jaar. Vandaag ga ik een beetje laten zien hoe ik zelf met hem door mijn appartementen heen rijd en op wat voor verschillende manieren ik dat eigenlijk doe. Dat is voor mij ook nooit in één en dezelfde manier, natuurlijk in de proef wel op wedstrijd, maar er zijn zoveel verschillende schakels waar ik naartoe moet voordat ik daar kan komen. Dus dat ga ik een beetje laten zien. Ik denk dat het belangrijk is dat ik jullie ook laat zien momenten wanneer het minder goed gaat. Hier laat ik het eerste appartement naar links zien. Dan ga ik heel erg klein doorheen. Dan zie je ook eigenlijk dat de stelling niet zo mooi is. Dus het tweede appartement naar rechts is de buiging duidelijk beter. Misschien nog wat laag in de hals. Maar wel iedere keer dat ik kan loslaten. In het eerste appartement zag je ook dat ik eigenlijk nog te strak was in mijn eigen linkerarm. Nu ga ik een keer wat langzamer met minder stelling door een appartement heen. Ook weer misschien niet het mooiste appartement, maar toch dat ik vind dat ik ook een keer een tempo wat minder hard moet kunnen gaan. Dan hou ik duidelijk ook de hals wat rechter. Weer op het laatst ook gewoon weer kunnen loslaten. Hier rijd ik een keertje iets meer naar voren om even een beetje een tempo te halen. Dan ga ik ook een keer rechts door dat appartement heen. In een langzame tempo. Mijn special is nog een 7-jarige. Loopt misschien in de training ietsje achter nog. Omdat het ook wel een paard is met veel go. Dus die laat ik juist ook af en toe gewoon echt langzamer door de oefeningen heen gaan. En dan ga ik een keer in het langzame ook weer door rechtuit. Puur om een beetje te laten wachten. En ook weer daar dat ik kan loslaten. Nu ga ik een keertje wat sneller door een appartement heen. Dan zie je ook meteen dat hij dit veel leuker vindt. En ook, dat gaat hem gewoon heel makkelijk af. Hiervoor moet ik wel gaan waken dat ik niet daarna ook weer maar door blijf jagen. Dus zet ik hem ook wel weer een keertje iets terug. Het is belangrijk bij hem gewoon iedere keer opnieuw dat ik zeg maar controle krijg over het tempo. Wat ik daarvoor al zei, hij heeft zoveel go en hij wil het zo graag. Hier ga ik een appartement naar rechts rijden, waar ik ook een keer weer iets harder doorheen ga. Hier zie je eigenlijk al dat dat veel te hard gaat en dan neemt hij tempo over. Ga ik heel rustig weer opnieuw beginnen. Hier is het al beter. Hier zie je ook dat ik in mijn linkerarm ook weer kan loslaten. En blijft hij mooi bovenin lopen. Ja, na het appartement weer even terugzetten van blijf toch onder mij. Loop niet onder mij vandaan. En ook weer gewoon aan mijn zit en eigenlijk aan mijn been. Ook bij die hete paarden heb ik altijd mijn benen aan. En hier ga ik nog een keer door dat rechte appartement heen. Weer met toch veel buiging en voorwaarts. Ja, dan gaat dat paard gewoon heel makkelijk af. Nu ga ik een beetje zigzaggend klein en een klein drafje door mijn appartement heen. Dat is ook wel belangrijk dat ik niet altijd maar in datzelfde tempo rijd. En eigenlijk ook dat het heel simpel. Hier zie je ook, kijk, special is een paard dat heel veel beweging heeft. Maar hier laat ik hem maar heel simpel draven. Dat is toch ook wel heel belangrijk. En dat ik gewoon iedere keer opnieuw ook in de appartementen met mijn benen aan kan blijven zitten. Voor mij is het heel belangrijk dat ik ook met die hete paarden toch altijd ze kan aanraken. Dat laat ik straks ook verder zien in het volgende videootje met Delacroix. Dat is een paard wat heel heet is. Vind ik het heel belangrijk dat ik mijn been kan komen. Hier ga ik iets harder door mijn zigzag heen. Gewoon puur om te kijken van, hey, kan ik een keertje gas geven? En ook weer met de stelling. Misschien mag dat altijd een beetje meer gesteld zijn. Hier zie je ook dat hij eigenlijk zometeen een beetje te stoer wordt in de bovenlijn, hè, daar komt hij er boven uit. Aan de voorkant zou je zien dat dat misschien nog oké is voor een jury. Maar ik vind dit eigenlijk te veel spanning in de bovenlijn. Hier is hij duidelijk iets lager. Vind ik zelf mooier. Dan heb je minder spanning in die bovenlijn en dan gaat hij mooi door. En daar kan ik hem ook weer belonen met mijn rechterhand. Een keer wat sneller, een keer meer opzij. Dan zie je ook dat het gewoon mogelijk is. Omdat ik alle keren hiervoor geprobeerd heb om controle te krijgen, kan ik ook een keer nu wat meer opzij of wat harder. Hier ga ik weer een keer ietsje langzamer, want het vorige appartement vond ik eigenlijk gewoon te snel. Hier ga ik wat langer erover doen. Zo zie je dat ik gewoon iedere keer bezig ben
om toch te kijken van, hey, kan ik iets in een appiëment? Hier laat ik hem een keer wat extra lang wachten voor mijn linkerbeen voordat ik opzij ga. Gewoon in een proef kan het natuurlijk ook een keer zijn van, hey, misschien moet ik wel meer opzij. Of misschien moet ik een keer wat langzamer. En als je dat in je training iedere keer meepakt, is dat gewoon mogelijk.